Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de Minecraft Hardcore serie. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveelste aflevering dit hier is. Maar ja, in de vorige aflevering hadden we dit huisje gemaakt. En offscreen heb ik het ook al een klein beetje ingericht. Dus ja, hier is nog niet zo heel veel gedaan. Maar als we naar boven gaan, hebben we hier ja, mijn bed. En dan hebben we hier wat kisten. Dan kan je zelfs nog hoger gaan hier. En ja, hier kan ik dan enchanten. In een van de vorige afleveringen vonden we daar een gezonken of aangestrand schip. Alleen toen kon er nog niet heen omdat de border nog niet zo groot was. Maar nu kunnen we er wel heen. Ja, er is al een kist. En ja, dit zit erin. Zo komen we nu aan mosblokken. Ook hier denk ik een kaart. Ja, daar even kijken. We moeten naar het oosten gaan. Dan ben ik bang dat hij dan net buiten de border is zit. Jullie kunnen je misschien nog herinneren dat hier eerst allemaal van die barrels stonden. Ja, die barrels heb ik allemaal weggehaald en nu zit alles wat in de barrels zat, zit nu in de kisten daar binnen. We kunnen nu ook eindelijk enchanten en dat ben ik van plan om nu ook te doen. Dus onze allereerste enchantment, wat gaat het zijn? Even spannend. Ik weet niet als er al. Ik hoop dat het niet alleen efficiëntie 4 is, maar ik ga het toch doen. Ah, een silk touch ook nog bij. Ja, ik had liefst nog fortune erbij, maar silk touch wil ik ook wel accepteren. Hoeveel diamonds heb ik? A1. Ja, eigenlijk 2, want die een zit nog in de item frame. Eigenlijk moet ik een bordje hebben met allemaal dingen wat we nog moeten doen. Dus we hebben nog zeker een kisten. Kamer, want de kisten die we boven hebben is nog vrij beperkt. Ja, een paar automa farms moeten we ook nog zeker hebben. En gewoon wat huisjes bouwen. Moeten we ook zeker doen in deze wereld. Het lijkt me leuk om dan dit hele eiland vol te bouwen met huisjes zoals dit. En het is al een soort huisjes steeds. Alleen daarvoor heb ik veel meer hout nodig, dus laat ik even wat bomen hakken. Ja, dat is mijn bijl, rippenbijl. Wat ook misschien wel een idee is, is om dit hier helemaal droog te leggen. En dan ja, hier zo dan een kistenkamer te maken. Alleen ja, om dit droog te leggen, gaat wel een hele grote klus zijn. En we hebben nog geen spons, dus misschien kunnen we wel iets anders hier bouwen. We zien wel. Dit stuk deur wil ik ook hier even weghalen. Wat krijg ik hierop? Ik heb al sowieso efficiëntie 4. Ah, enkel efficiëntie 4 als balen. Nou goed, ik ben van plan om weer iets nieuws te bouwen. Dus hier ga ik weer een huis bouwen. Wel voor het opslag gediend. Dus bouwen dan.
Oké, ik denk dat dit wel even genoeg gebouwd is voor deze aflevering. Ja, dit gebouw is zeker en vast nog niet klaar. Wat ik nog in de rest van de aflevering kan doen is gaan minen. Want we hebben meer resources nodig. En offscreen wil ik het gebouw ook wel afwerken. Of ja, ik kan het ook misschien helemaal anders aanpassen, want het ziet er toch iets minder goed uit dan ik eerst had verwacht. Ja, misschien kan het als ik mijn offscreen een paar aanpassingen doe, dat dan weer beter wordt. Oké, dus we gaan dus gebruik maken van onze Silk Touch pickaxe. En ja, we kunnen nu ook eindelijk sneller hakken, want we hebben nu efficiëntie 4. Dus ja, nu hoef ik niet langer heel erg langzaam te mijnen. Oh ja, hier hadden we al diamonds gevonden. Als het goed is. Ja, hier zitten die. Die kan ik even met de Silk Touch. Oh, het was er maar één. Het was er maar één, maar kom, gaan we gewoon weer verder mijnen hier. Na heel erg lang zitten mijnen heb ik eindelijk nog eens diamonds gevonden. Deze keer zijn het er wel meer als één. Nou, hier nog wat. Altijd belangrijk als je diamonds vindt, dat je alles een beetje in de buurt weghakt. Want je kan er altijd voor een gelukje in vergeten. Maar ik denk dat dit alles was. Dan ga ik nu weer even verder mijnen. Helaas heb ik geen diamonds meer kunnen vinden, dus ga ik weer terug naar boven met maar 5 diamonds oor. Het is best weinig, maar het is tenminste iets. Ik besef nu ook net dat we nog helemaal geen portaal hebben naar de Nether, dus dan kan ik even maken nog deze aflevering. Ja, verder, daar zijn ook nog sproesbomen, alleen ja, ik kan er nog niet bij. Dat is wel jammer, want ja, ik wil eigenlijk ook een beetje sproes gebruiken voor dit gebouw hier. Misschien hadden we er wel al bijna bij kunnen. Ja, het duurt wel nog even voor we bij de spruisbomen kunnen. Wat misschien ook leuk is om te maken is een heel erg grote gigantische boot. Zo de Black Pearl, zoals Gletscher in zijn Minecraft server seizoen 1 had gemaakt. Daar had hij ook een gigantische boot. Misschien kan ik hier ook een boot maken, maar natuurlijk niet dezelfde boot. Maar goed, we moeten nog een portaal naar de Nether maken. En ja, ik ga het portaal hier zo plaatsen. Dus hier komt dan het portaal. De hoekjes doe ik altijd met ja, die redstone blokjes. Zo is het portaal. Ik steek het portaal aan. En waar we terechtkomen in de Nether, zien jullie allemaal in de volgende aflevering. Dus ja, volgende aflevering gaan we er Nether in, dus daar heb ik heel veel zin in. Vergeet zeker en vast niet te laten weten wat jullie vonden van deze video in de reacties. En dan zie ik je terug bij de volgende video. Doei doei!